De beste werkgevers awards 2011 zijn woensdag uitgereikt in Amsterdam. De uitreiking, die dit jaar voor de 10e keer plaatsvond, is een initiatief van A Factory. De beste werkgevers van Nederland zijn bekendgemaakt in twee categorieën. Meer en minder dan 1000 medewerkers. Nou, ik ben ontzettend blij met deze prijs. Het bevestigt wat mij betreft dat ondanks de snelle groei na 4000 medewerkers, dat als je mensen de ruimte geeft om hun vak uit te oefenen, dat dat leidt tot een geweldige mate van tevredenheid. De twee bedrijven werden tot winnaar uitgeroepen omdat ze het hoogst scoorden op algemene tevredenheid in het beste werkgeversonderzoek. Het beste werkgeversonderzoek is een onderzoek dat door medewerkers zelf wordt ingevuld over hun eigen organisatie. Effectory als Europees marktleider op het gebied van medewerkeronderzoek meet bij heel veel organisaties. En daarnaast worden alle organisaties met meer dan 1000 medewerkers uitgenodigd om in een kosteloze onderzoek ook deel te nemen. En de winnaar die vandaag op het podium staat, dat is dus de organisatie die door de eigen medewerkers als beste wordt beoordeeld. Er was ook een prijs voor de twee bedrijven die het meest in waardering stegen ten opzichte van de vorige meting. Ziggo en Gezondheidscentrum Asielzoekers gingen met deze awards naar huis. Dat is wel een verrassing voor ons. We zien het zelf wel als een aanmoedigingsprijs. We hebben nog heel wat te doen in onze organisatie. En deze eerste stap is dan een teken dat we op de goede weg zijn. En dat we vooral zo verder moeten gaan. Ziggo bestaat pas 3 jaar. En het feit dat onze medewerkers zo tevreden zijn, dat vinden we enorm belangrijk. Want medewerkers die tevreden zijn, zijn ook heel erg gemotiveerd. En dat heeft ook zijn uitstraling naar de klanten. En dat is waar het om gaat bij ons bedrijf. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Beste Werkgeversmagazine 2011.